die noorden was er een wedstrijd in een bestaande wijk met 240 woningen die allemaal eigenlijk op zijn. Een sociale woonwijk, historisch gewoon sociale huur, maar dan in de loop van de tijd verkocht. En het probleem is, het eigendom dan nog van de huisvestingsmaatschappij is oud, maar is door het systeem in Vlaanderen, door dat je moet verkopen aan de huurders op een gegeven moment, heel versnipperd bezit geworden. Waar natuurlijk een soort van goede of integrale vernieuwingsslag, of een serieuze vernieuwingsslag dat niet puur op het kavel gebaseerd is, gewoon kavel slopen, kavel nieuwbouw bij wijze van spreken, moeilijk maakt. Dus hebben we eigenlijk gezegd van ja, er was een architectuuropdracht uitgeschreven en in onze prijs hebben we gezegd van ja, architectuur is nog een beetje te vroeg. Je moet eigenlijk een stapje terug gaan en kijken van wat is nu een goede strategie om die wijk in zijn geheel te vernieuwen. En hebben we een voorstel gedaan en dat gaat dan over opmaakruimte, gaat over parkeren, over woontypologie, wat voor soort mix wil je straks in zo'n nieuwe wijk, wat is het beeld, wat is de uitstraling, wat is je doelgroep. Het voorbereidingstraject is eigenlijk een beetje, heeft een aantal stappen overgeslagen. Dus nu zitten we, dus je moet die stappen nog wel maken om dan te kunnen kijken van wat is nu de juiste manier. En dat is, ze hebben ons laten winnen, dus ik veronderstel dat ze die strategie ook interessant vinden. En we zitten nu midden in het voorbereidingstraject om effectief te kijken of we op die manier kunnen gaan werken, wat niet altijd even evident is. Nee, want je hebt nog veel andere partners nodig dan de zuivere. En dus iedereen in de buurt begint dan een rol te spelen en ook de gemeente. En de hogere overheden, subsidiërende overheden, al die dingen krijgen dan ineens een bepaalde rol. En eigenlijk is dat dan in het begin niet voorzien. Raar, maar dat was dan in het begin niet voorzien. En dus nu wordt het een heel ander soort rijk dan dat oorspronkelijk voorzien was. Dat is gewoon nog slim op. De opgave was een redelijk ruim kavel te bebouwen met woningen. Maar als je dan even naar de ruimere wijk zag, was er blijkbaar toch een beetje vergeten om nog wat openbaar groen over te laten. Dus hebben wij ervoor gekozen om een kleiner kabel, heel compact te gaan bebouwen daar. En dat in een stuk publieke openbare ruimte in die wijk te integreren. En ja, dus dat heeft... is ook gesmaakt door de opgegeven, dus die wedstrijd hebben we dan ook op die manier kunnen winnen. En daar zijn we nu verdere stappen aan het doen en dat verloopt ook heel goed in Antwerpen. Het is een wijk in Raals, dat is een beetje buiten Antwerpen. En eigenlijk een redelijk traditionele verkaveling, gewoon met een huis en een tuin en een voortuin en een auto goed geparkeerd en zo. En dan hebben we toch een relatief... radicaal voorstel gedaan om echt een heel compact woonblok met eigenlijk allemaal benedenwoning met een tuin en een bovenwoning met een terras en dan gekoppeld per twee, dus eigenlijk een soort van vier eenheid van woningen, twee beneden, twee boven, die echt met elkaar verweven zitten en een soort van redelijk duidelijke definitie van een blok waar een soort van individualiteit van de woning en het collectieve van zo'n blok eigenlijk een beetje door elkaar gaan om net waar ik zei die openbaar ruimte terug te kunnen geven aan die wijk. Het laatste project dat we recent eigenlijk gewonnen hebben is een project voor een kinderdagverblijf in een bestaand woonzorgcentrum in Oostende. Dat was in het kader van de Winvorm, oproep Winvorm of hoe noemt dat. Op zich een heel klein project, maar wel interessant. Ik ben altijd het is gewoon een interessant programma om te kijken hoe we omgaan met kinderen. Het is een moeilijk programma, omdat ik denk dat kindjes moeten allemaal vrij en dit zijn, maar het is meer beveiligd dan een gevangenis, zal ik maar zeggen. Dus je hebt altijd die combinatie van de vrijheid en de openheid en het spel met dat je toch heel strikt moet regelen hoe dat zo'n project in elkaar zit, naartoe komen, afhalen, wie, waar. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met dingen die gebeurd zijn in het verleden in Vlaanderen of in België. Wat heel specifiek hier was, dat je natuurlijk in zo'n bestaand gebouw moet werken.
wat niet altijd even aansprekend is, om het zo zacht uit te drukken, en dat je daar toch met een soort van logica van het bestaande gebouw zit en dat je daar ook op moet verder bouwen. Wat we hier gedaan hebben, is in elk geval het niet beschouwd als een soort van interieurproject, wat ook had gekund. Hè, maar dat we net eigenlijk de nadruk hebben gelegd op het soort van de omslag van een gesloten woonzorgcentrum, waar je gewoon één voordeur hebt met een grote binnentuin en achter de poort en voor de poort, hebben we net eigenlijk het hele halen, brengen, verhaal, het wat er allemaal gebeurt rondom zo'n kinderdagverblijf, hebben we heel erg naar voren gebracht in het plan, waarbij dat de buitenruimte of de openbare ruimte net buiten de randen van het oude of voormalige of het oude bestaande blijft, is er ook nog, maar buiten de randen van het woonzorgcentrum, dat die eigenlijk even belangrijk zijn dan als wat er aan de binnenkant gebeurt.